Boris, we staan hier op de Champions Trophy. Je hebt natuurlijk dat nummer geschreven, maar wat heb jij met het hockey? Ik heb vroeger zelf heel lang gehockeyd en ik vind het nog steeds leuk om naar te kijken en ik volg het ook nog. Het is toch het belangrijkste deel van mijn jeugd heb ik op het hockeyveld doorgebracht met heel veel plezier, dus zodoende. En ik hoorde dat je bent begonnen als DJ bij hockeyfeest, je hebt super veel gedraaid. Eigenlijk doe je het nog steeds. Af en toe, als er een keer een leuk toernooi voorbij komt en dan word ik geboekt, dan draai ik er zeker. En af en toe dan ga ik nog wel eens een keer een theedansje hier op Breda. En dan wil ik nog wel eens een keer achter de knoppen er kruipen. Dus je hebt het nummer geschreven voor de Champions Trophy. Hoe is dat tot stand gekomen? Ik kreeg de vraag vanuit de gemeente en vanuit de hockeybond. En natuurlijk wilde ik dat super graag doen en was ik helemaal enthousiast. En de gemeente had de gedachte van Breda is een dance-stad, want al heel veel DJ's komen hier vandaan. En ze wilden het graag combineren. Breda brengt samen, dat is ook de nieuwe slogan. Toevallig was ik toen bezig met de release van Be Yourself. En zij hoorden die plaat en ik stelde het ook zelf nog eens voor. En toen hadden ze eigenlijk zoiets, waarom pakken we gewoon niet die plaat? En zodoende is het tot stand gekomen. Be Yourself hebben we eigenlijk geschreven dat iedereen gewoon zichzelf moet en kan zijn. En omdat je in een wereld leeft waar heel veel social media en alles is super belangrijk daarin. Maar je moet gewoon vanuit de kern blijven denken en vanuit jezelf. En dat is de boodschap die we mee willen geven. En ik ben natuurlijk een DJ in opkomst. Hoe ziet jouw toekomst eruit? Mijn zomer ziet er nu heel druk uit. Dat is echt super leuk. En de plaat zelf gaat ook hartstikke goed. We staan nu in Mexico in de top 40. En in Zuid-Afrika staat hij nu op nummer 3 in de top 40 daar zo. En nog wat andere landen. Dus het begint langzaam te komen. Dus we zien het wel.